is super spannend, want hoe cool is het om in zo'n groot stadion als de Amsterdam Arena te voetballen? Tien landen doen er mee aan dit EK. En al die jongens van die teams hebben zichzelf aangemeld. Hij bijvoorbeeld, dat is Dylan. Speelt voor Tsjechië, speelt tegen Griekenland, maar komt uit Almelo. Kom op, Dylan! Hij heet Chris, komt uit Den Haag. Ze spelen in Pool B, maar hij speelt voor Zweden en ze spelen nu tegen Engeland. Kom op! Ik sta hier naast Mike. Jij speelt vandaag voor Frankrijk, toch? Ja. Hey, maar we staan hier op de grasmat van de Amsterdam Arena. Hoe vind je dat? Super gaaf, want hier hebben zo'n grote Ezel Snijder en Van der Vaart ook gelopen. Ik wens je in ieder geval heel veel succes straks bij de andere poolwedstrijden. Dank u wel. Ik ga eventjes naar Freesia, want die kan me ook heel veel vertellen over de Amsterdam Arena. Het is in 1996 geopend door koningin Beatrix. Mm-hmm. En toen is hier 2 jaar later de finale van de Champions League gespeeld. En het is ook het grootste stadion van heel Nederland. Ah, oké. Nou, weet je wat? Ik laat je met rust. Jij moet je dingetjes doen. Ja. En natuurlijk heel veel omroepen. Dat doe jij ook. Dus dat ga ik meteen doen. Ik ga een paar wedstrijdjes kijken. Wow! Wat een goal, zeg! Daar speelt Denemarken tegen Tsjechië en daar speelt Zweden tegen Ierland. Maar Oranje moet hier ook ergens zijn, maar waar zijn ze nou? Nou, ik ga ze zoeken en dat zien jullie volgende week. Jullie kunnen gaan kijken nu naar de battle. Dag!